Hey jongens, ik ben Dennis, aka Denske, en vandaag heb ik weer een nieuwe Call of the Ghost commentary. En vandaag is het op de derde deel C-map, en dat is Fog. En Fog met de G en niet met CK. Maar ja, we spelen dus weer met de Maverick, weer met Silencer en met Grip. En ik ben er steeds niet helemaal over eens wat ik op de baan moet zetten. Ik heb eigenlijk de neiging of om die Silencer weg te halen of misschien die Grip, want soms werkt Grip helemaal niet. Dus misschien Extended Max erop te zetten ofzo, want hij heeft best wel, veel, of best wel weinig ammo moet ik zeggen. En is dat een enemy? Dat is een enemy, hè? Ja, dat kan de baan niet meer. Die kwam hier van ons af. Dat is gewoon omgelopen. Geen Dead Silence, geen Dead Silence. Serieus jongens, als jullie nog ooit Call of Duty doen en je hebt iets van, hey, ik heb een paar punten over bij mijn klas, neem echt Dead Silence. Want Dead Silence, als je dat niet hebt, wordt iedereen je across de map lopen. En ik vind dit zo'n fijn wapen. Not. Ik vind het zo'n kut ding. Ik heb het idee dat ik met dit wapen niemand van dichtbij kan killen. En dat komt dat ik submachine guns gewend ben. En assault rifles staan dan sowieso niet zo goed. En dit ding heeft sowieso al een beetje een irritante tik dat heel zo op en neer gaat zo. We doen trouwens blitz, was ik vergeten. Nee, wacht, terug naar de blitz. Want we moeten wel winnen. Kijken of ik de blitz kan verdedigen. Misschien zit er hier nog eentje te wachten tot hij een punt kan maken. Even wachten, want er zit er hier. Nope! Dat was close. Teammate, als je even mee komt. Help, ik dacht dat we een enemy zag. Er zitten hier wel enemies, maar er zitten volgens mij overal. Nope. Gelukkig heeft iedereen Mavericks, wil ik zeggen. Maar dan krijg ik net de enige M-tar tegen. Ja, van de M-tar kan je niet winnen. Wel echt een autistische klas hoe hij met elkaar zet. Hey, nope. Ja, ik weet niet, maar die Maverick die vind ik echt super bad van dichtbij. Ik vind het echt een super slecht ding. Er zat er eentje boven het raampje te kijken. Nee. Jezus, weet die Maverick of die M-tar? Ja. Die Enter is veel beter dan die Maverick. Die Maverick is eerste klas poep. Maar check dit, jongens. Ik heb het idee dat alle enemies juist bij onze blitz zitten. In plaats van onze teammate. Kom terug. Dat is waarom te laat. Ik zit hier echt te verdedigen. Kijk dit, jongens. Er is helemaal niemand bij onze blitz. Zelfs ik zit nog verder van de blitz af als de enemies. Even kijken op de kaart. Oké, ze komen eraan. Let's go. Nee. Oh, die kerel die had hem bijna een punt gemaakt. Die kerel, die is het grootste probleem. Die Richie. Want die M daar is gewoon 10 keer zo goed als. Oh shit. Als ze mij niet hadden, hadden die M dus al 20 punten. Oké, hopelijk dat hij. Ja, nou maak ze punten. Nou kan ik niks aan doen. Ik kan zo nooit die mensen afschieten voordat ze in die blitz springen. Enemy team scored. Ja jongens, wat verwacht je van mij? Ik zit hier in mijn eentje verdedigen. Ze komen van alle kanten af. Ik kan hier niks doen. Oh, ik dacht hier boven het raampje zat te kijken. Oké, juist. Ik moet hier echt weg, jongen. Ik zit hier de hele tijd vast. Ik mag ook voetstappen, dat is niet gunstig. Ik wil die M-tar niet tegenkomen, want die M-tar kan je niet winnen gewoon. Dit ding is te slecht voor dichtbij. Ik denk wel, als ze mij niet hadden gehad, dat die enemies al 100.000 punten hadden. Oh shit, trouwens, ik moet nog één keer voor mijn streaks. Ik speel een assault-streaks, waarom weet ik eigenlijk ook niet. Want dit is niet echt een map daarvoor, denk ik. Maar oké. Team met achter je... Oké, fuck jou, ik ga er niet heen. Die teammate heeft me genaaid, ik had hem kunnen hebben. Als hij dan niet liep. Teammate heeft ook net een helikopter, waarom had je geen 1 seconde kunnen wachten? Oké, ik zit hier nou echt vol met mijn blitz te verdedigen. Ik kan wel aanvallen, maar als ik niet verdedig, dan hadden die enemies nou al 100.000 punten, zoals ik net al zei. Kom dan. Laat je hoofd zien. Juist. Hé, heb ik een maniac? Ik wist niet dat ik dat heb ingesteld. Nee. Oh, daar ren jij heen. What the fuck? Kerel die zag spoken of zo. Ik heb maar gewoon strak voorbij. Ik moet oppassen voor die kerel met die sniper. Hier zo, hè. Yes! Streaks, hoppakee. Ik heb mijn streak. En ik heb echt heel veel gedaan voor mijn team. Als ik hier niet had gestaan, dan hadden die enemies al lang gewonnen. Nu hebben wij gewoon meer punten. Oh, jongen. Ik zeg het, jongen. Als ik er niet bij... Nee! Dat was net een faal. Ik zeg net hoe goed ik allemaal aan het verdedigen ben. En ze maken een punt. Nee, maar sowieso, als ik niet was geweest, dan was het al lang afgelopen. Want hoeveel enemies stonden op onze blitz te springen? Ik heb 0 caps, dat is logisch. Maar ik zeg het jongens, ik ben de belangrijkste speler in deze wedstrijd. Dat is natuurlijk niet het geval. Als ik helemaal geen punten maak, dan kunnen we nog niet winnen. Maar er was helemaal niemand punten maken, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb in ieder geval al mijn streaks, goed dat ik ze niet heb ingekald. Dan kan ik ze als goed naar allemaal die mensen afsturen. Ik ga eigenlijk die maniac gebruiken, maar die kan ik denk ik toch wel gebruiken. En die hou ik achter de hand voor punten te maken, denk ik. Nee, wat? Ah, 4 seconden. Kijk eens gezellig. Mooi tv kijken en alles. Zo.
Dat is leuk. Oké. Okay. Oh shit, je moet eigenlijk niet binnen gaan zitten. Als je een helipilot hebt, moet je eigenlijk juist helemaal ergens buiten gaan liggen. Want niemand gaat dan naar buiten. Of in ieder geval de meeste mensen niet. Mensen met brains. Ah, hij zit wel op de boom. Die zitten allemaal binnen natuurlijk. Kom eens even naar buiten, ik zie maar twee enemies. Oh, ze zitten overal. Ze zitten overal ergens een beetje rond te lopen. Oké, okay. Let's go. We gaan allemaal in de grot zitten natuurlijk. Hey, maat. Oh, hij is al dood. Hoppakee, double kill. Die andere ook? Nee, nee, nee. Hij moet omlaag. Ah, ik vind het ding zo irritant. Hè. Die ene uit Black Ops. Of Black Ops. Ja, was Black Ops volgens mij. Black Ops 1. Die helipilot. Die was pas goed. Nou, die kan ik niet raken daaronder. Je ziet niet waar je op schiet. En of dat ze binnen zitten of niet. Omdat het allemaal bomen zijn. Allemaal dingen voor je gezicht. Hoe staan we? 28, oké. Okay. Het is een soort beter gegaan, maar oké, okay, ik heb niet te klagen. En ik hoop niet dat mijn team is allemaal die punten gaan maken, want ik heb al die streakjes. Maar het is niet de bedoeling dat we dadelijk binnen twee tellen klaar zijn, wat er wel op lijkt. Nee, nee. De team is zijn er nou gewoon aan het afwaken. We hebben al 12 punten. Dat was niet de bedoeling. Er zit iemand daar. Hopelijk kan ik die maniac snel pakken. Snel, nou, 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 nou. Dit is gewoon een maniac, hè. Ah, ik wil die Michael Myers. Die kun je krijgen uit die field orders. Maar ik had wel een klein beetje gehoopt als ik maniac had dat ik ook automatisch die Michael Myers zou krijgen. Dat is niet het geval. Want het is in principe precies hetzelfde. En die field order, hopelijk kan ik hem wel nog uitkrijgen. Maar ik denk dat het potje zo meteen afgelopen is. Hey, hey, hey. Ha! Die was baas. Oké, okay, let's go. Nee! Wat is dit voor match, jongens? 32-4. Volgens mij was dit, deze match was volgens mij nog korter. Dan mijn search and rescue match. En check deze. Hey, hij was wel gepland hoor. Perfect. Nee, maar een beetje jammer. Ik heb de eerste ronde helemaal verdedigd. En ja, het was nodig. Het was echt nodig. Als ik niet had verdedigd, hadden we sowieso verloren. Dan waren wij nou degene die met 16 punten verloren hadden. Maar het is jammer dat mijn team is dan vervolgens al die punten gaan cappen. Omdat ik maar salt streaks heb. Dus dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik hoop in ieder geval toch dat jullie het leuk vonden. Ik heb de Michael Myers niet kunnen laten zien. Maar dan gaan we sowieso nog een keertje proberen. En dan laat ik die aan jullie zien. Als je het leuk vond, laat even een like achter. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.